Het is vandaag vrijdag. Mijn muurtje staat er nog steeds. Dat moet eventjes drogen voordat ik daaraan verder kan gaan. Ik ga vandaag wel iets doen aan de eerste houtskeletbouw. Vorm die moet op maat gemaakt worden. Dat is het houtskelet wat achter het muurtje staat. Dat moet een 2,5 centimeter lager komen te staan. Dat doe ik pas vanmiddag, want in de ochtend ben ik natuurlijk bezig in het atelier. In het atelier werk ik vandaag alleen maar verder aan dit ding. Dat is het nadert zijn voltooiing. Ik ben nu met de kerk van Theo bezig. Ik ga ook vanmiddag even bij Theo langs om even met hem te overleggen over het een en ander. En ik heb meer te doen vanmiddag. Ik moet nog even langs Anne, langs Toonbeeld. Dus het wordt een druk dagje vandaag. Ja hoor, hier groeit weer een prachtig bloemkooltje. Dus ik denk dat ik weet wat ik vanavond ga eten. Het is inmiddels alweer bijna 5 uur. Dan ga ik eens voor het avondeten zorgen. Dat wordt geen bloemkool, die laat ik nog even doorgroeien. Ik heb alles gehaald om een heerlijke pan mihoen te maken. En dat ga ik nou doen. En ik ben ook nog even met de bouw bezig geweest. Ik heb hier alles mooi op hoogte gemaakt. Dit staat nu helemaal mooi gelijk. Tot 2,5 centimeter onder het streepje. Dus er kan hier een mooie plank op gemaakt worden. Dat is de volgende stap. En als dat gebeurd is, dan moet eerst natuurlijk al het metselwerk droog zijn. Dan kan er de vensters erop gezet worden. Nou, en als de vensters erop staan, dan gaat het allemaal heel snel. En dan is het heel snel een afgewerkte serre. Maar de Rayburn brandt en ik ga richting de keuken om een heerlijke mihoenmaaltijd klaar te maken.